Goedemiddag, trainers, Dit is de marktanalyse van woensdag 10 augustus 2016. Het is nu rond de uur 1 en uh, we beginnen met uh, de daggrafiek van de DAX. We gaan kijken wat er op dit moment um, aan de hand is. Even terugkijken naar de vorige keer. Uh, links zien we de daggrafiek. En um, als ik eventjes een stukje terug ga waar wij toen waren, dat was toen. Um, hier op deze uh, barren en um, toen gaf ik eigenlijk aan: van nou uh, ik verwacht eerder als een, een dagcyclus bodem. En uh, waar ligt waarschijnlijk de bodem? Uh, eerste steun rond die MA200, dat is dus deze stippenlijn die we hier zien. Mogelijk met nog een uitschieter tot die uh, 10.000, um, dat is zeg maar de MA40 zone. Nou, ergens tussen deze zone verwacht ik een omkeer. Met daarna een aanval en een zeer waarschijnlijk doorbraak van deze twee weerstanden hier, die daarvoor natuurlijk al een keer getest werden. Nou, eens kijken wat er gebeurde. We kregen op de dag van de vlog um, een test van die MA200 en omkeerdag. Dus wij zagen hier eigenlijk een, 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 een net iets lagere low in de ochtend. Gevolgd door een, uh, een, een stijging voor de rest van de dag en een groene candle. Nou, dit is dus echt zo'n signaal dat je dan als swing trader moet gebruiken om dan long te gaan. Uh, en dan kun je gerust op de close long gaan als je dan je stop onder die low uh, legt. En wat gebeurt er daarna? Um, inderdaad, de verwachte aanval. Um, en ook doorbraak van de eerste weerstand en de tweede weerstand. Nou, en vooral gisteren was een hele uh, krachtige dag. We openden gisteren vlakbij die, uh, die tweede weerstand, hier rond die 10.500. Nadat de eerste al uh, was gebroken, en we gingen dan krachtig doorheen. En het was eigenlijk een, ja, een ultieme trenddag. Uh, geopend um, vlakbij het laagste punt, gesloten vlakbij het hoogste punt, of eigenlijk op het hoogste punt. Um, en nu zien we eigenlijk een heel kleine inside bar, en dat, dat, is, dat is normaal na, na zo'n grote stijging, dat je de dag daarvoor of daarna eigenlijk gewoon niet, niet heel veel actie ziet. Um, ja, hoe nu verder? In principe is het scenario nu natuurlijk um, in grote lijnen uh, zo. Um, je hebt eigenlijk een aantal scenario's. We kunnen nu in principe per saldo verder omhoog. Um, maar het kan ook via een ander pad. Het kan ook zijn dat we nu eerst een test krijgen van die 10.500 om vervolgens daarna omhoog te gaan. We noteren nu de 1, 2, 3, 4, 5e dag van de dagcyclus. <tijd> dat betekent dat er dus nog ruimte is naar boven qua tijd. Er is dus nog ruimte, misschien een dag of twee, drie naar de eerste top waarnaar de mid-cycle low komt. Um, dus ik verwacht eigenlijk dat wij in de komende dagen deze high nog een beetje zullen aanscherpen om dan even wat te corrigeren. Misschien dat we dan die 10.500 gaan testen om dan inderdaad per weer verder te gaan. <coughs> en hoeveel verder? Dat kunnen we bekijken in de weekgrafiek, dat is de rechterchart. Um, we zien hier de weekcyclusbodem. We noteren nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, de zevende week. Um, als je ervan uitgaat dat de mid-cycle low ergens rond de 9e à 10e week staat, dan zou dat kunnen betekenen dat we nog per saldo 1, 2 weken uh, kunnen stijgen om dan misschien 1, 2 weken te corrigeren. Dus een, een scenario zou kunnen zijn dat we per saldo dus nog iets oplopen um, en dan gedurende 1, 2 weken misschien corrigeren. En dan in de tweede helft van die cyclus, uh, die duidelijk boelisch is en meer boelisch dan elke voorgaande correctie hier, dat we dan de volgende weerstand aanpeilen uh, rond die 11.500. Uh, dus deze, dit dubbele topniveau van zeg maar <coughs> eind november vorig jaar. Dat is eigenlijk het hoofdscenario. Het uh, alternatieve scenario zou zijn dat wij dus hier met een false break te maken hebben. En dat we dus uh, ja, op vrij korte termijn <coughs> naar beneden gaan. Um, en dat moet zich natuurlijk op een of andere manier uiten in het daggrafiek. En hoe zou ze dat kunnen uiten? Dat je dus nu um, na die mid low in de, uh, in de dag uh, misschien een, een, een hele korte opleving gaat krijgen. Maar je krijgt dus geen hogere high. Uh, waarna die met lo-neerwaarts wordt gebroken. Maar goed, dat is nog het, uh, het alternatieve scenario. Waarom? Omdat dit heel duidelijk een impuls is. We hebben ook in de daggrafiek een milde correctie gehad, een korte correctie. <tie> en wij hebben nu binnen uh, eigenlijk twee dagen, drie dagen, die correctie helemaal goed gemaakt. En staan dus nu al op nieuwe highs ten opzichte van de voorgaande... Uh, weken. Dus dat is eigenlijk allemaal vrij bullish. <coughs> Ik ga er dus vanuit dat het voorkeursscenario van per saldo hogere koersen, buying the dips, dat dat uh, nog steeds geldig is. Goed, gaan we kijken naar de Dow, Dow Jones. Uh, links de daggrafiek, rechts de weekgrafiek. En ook links zien wij, uh, eigenlijk een beetje overeenkomstig de DAX, dat we een aantal dagen geleden de. ...dag zie ik dus bodem hebben gezet na nou een vrij milde correctie. Die correctie bleef eigenlijk in, in het bovenste derde deel van die hele impuls. En dat is uitermate boelus. Uh, maar in tegenstelling tot de DAX gisteren... ...zagen we in het Dow eigenlijk alleen maar een, een inside bar. Um, dus we zien hier even op de korte termijn dat de DAX... Uh, ...ja, wat, wat uh, een beetje een inhaalslag uh, <treeg> probeert te maken... Um, desalniettemin ga ik ervan vanuit dat deze high, dus die, die voorgaande top, dat die toch binnen afzienbare tijd uh, zal worden gebroken. En ook dat je daar weer een, een, een forse bar omhoog gaat krijgen. Um, als we naar de weekgrafiek kijken, de rechterchaart, zien we dus hier de weekcyclusbodem. We noteren dus nu 1, 2, 3, 4, 5, de zesde week. Um, we zijn dus... In uncharted territory, dus zeg maar, zeg maar uh, new all-time highs. We hebben dus deze twee weerstanden gebroken. En wat zien we nu? We hebben inderdaad die uitbraak gehad. We hebben een kleine pullback gehad hier uh, in deze bovenste weerstand, die voorheen dus weerstand was en nu de dus steun wordt. En we zien aan deze bullish pin bar, die dus hier even uh, naar beneden prikte, rood werd. En dat is dus deze. Um, ...correctie op dagbasis. Dat is dus deze spike naar beneden. En we zien nu weer dat we proberen... ...op te lopen. En ik ga er in principe vanuit... ...en dat is het hoofdscenario... ...dat we dus per saldo... ...deze kant op gaan... Um, ...richting de 19.000 en, en hoger. Dus vooralsnog... ...is ook hier het hoofdscenario hoger. Um, en wijst eigenlijk... er niets op... ...dat wij... Um, ja, uh, staan voor een, een, een zeer scherpe daling van de, van de koersen. Natuurlijk moeten we altijd bedacht op zijn, uh, dat is altijd een mogelijkheid. En hoe zou die zich dan uiten? Nou, één scenario, kijken we even naar de linker grafiek, zou bijvoorbeeld zijn dat de Dow de nu uh, al dan niet een nieuwe high maakt, hier, om daarna heel snel te gaan dalen. Kijk, want als dit boelus scenario in de weekgrafiek, als dit vervolg krijgt krijg je gewoon op dagbasis een patroon van hogere toppen en bodems. Maar als nou deze voorgaande top slechts heel even wordt gebroken, of misschien helemaal niet, en daarna zou je onder die low gaan, hier deze correctie low, ja, dan is dit patroon, Dit geeft eindelijk aan, dat de markt dus niet meer in staat is om hogere highs en hogere lows te maken. En dat zou dus het scenario kunnen zijn, dat we dus hier op de weekgrafiek, Um, in heel moeilijk vaarwater gaan komen. Dus daar moeten we even op, uh, op letten. Maar zolang we eigenlijk boven deze low blijven, die correctielow, en dat we ook binnen een aantal dagen een nieuwe high maken, is er volgens mij nog helemaal niks aan de hand. En ga ik nog steeds uit dat we dus in de komende weken die 19.000 en misschien hoger kunnen aantikken.